En die is niet bang voor mensen dan. Anders zou je lang weggelopen zijn. Ik vind dat er vandaag gewoon veel geen zin meer is. Nee, precies. Voor je. Waar is dat? Maar als je naar links kijkt, dan zie je nog eentje achter de straat gaan kijken dan. Ja, hier zit je. Aan de linkerkant. Die weet ik echt niet wat het is. Vraag beest, hè? Snoep en weg. Naar links toe. Heel mooi beest. Je wordt betaald, hè? Het is gewoon in pakketten. Ja, dat zal zijn. Ja. Kijk, die extra van. Ze hebben gewoon een bakje staan. Ja, precies. Ja, het is bijna niet meer. Helemaal gas achter te houden. En daarbij gaat het dan om de hekrutten. Die zijn in de drie tassen geïntroduceerd. De koningpaarden die zijn in 85 hier uitgezet en de edelherten in 1992. Bij elkaar zijn er niet meer dan 100 soldaten uitgezet. Maar die kuddes die hebben hier de kans gekregen om zich vrijwillig te ontwikkelen. Dat is eigenlijk uniek in West-Europa. Want in alle andere buurgebieden die we hebben, worden die aantallen door de gratis voor de jagers op een bepaald niveau gehouden. Ja, hier is de Diepenburg, die komt gewoon zich vrij uit ontwikkelen. Dat heeft dus gelijk tot enorme kuddes. Maar u komt natuurlijk meer voor de bomen, denk ik. Ja, ga je weten wat het is. Ja. Nou, aan vogels zitten er op dit moment hiervoor wat grauwe ganzen. Ja, randganzen zie je hier. Ja, randganzen. Ja. Zwarte nekken en witte kopjes. Ja, en dan zitten verder hier en daar zoete zilverrijkers. Ja, en wat eigenlijk heel bijzonder is. Kent u dat? Ja, dat is allemaal wel zo'n loopje ook. Nee hoor,
dingen loopt gewoon heel goed los. Ik heb het niet zo goed.